Het is vandaag zaterdag. De Porsche is nog. Maar het is vandaag zaterdag. Leuk dat je nog steeds. Oh nee, leuk te kijken deze nieuwe weekvlog. Congrats! Je hebt weer op mijn video geklikt. Pardon, ze is uit mijn bed gegaan. En ik heb over een half uurtje. Een tiertje om lekker te slapen en dan even losrijden en dan Goedemorgen Tessa, hoe gaat het? Goed, en met u? Mooi, wat zei je? Goed, en met jou? Ja, met mij ook. Nog spierpijn van gisteren? Nee, helemaal niet eigenlijk. Misschien komt het nog. Goed zo, hoe voelt Blondie? Beetje stijf. Oké. Okay. Nou ja, misschien ik zelf ook, maar... Probeer heel goed op te letten. Je mag het aan de voorkant zeker wat inspelen, maar let heel goed op. Omdat we dat weten, ook van jou, met je rechterhand, dat die niet onrustig wordt. Anders is steeds het los vast. Probeer dus te kijken. Dat heeft toen Bianca ook een keer hiervoor gedaan, hè, met zo'n elastiekje. Dat je aanspanning en ontspanning kan hebben, eigenlijk zonder dat de teugel los komt te hangen. Probeer daar heel de weg naar op zoek te zijn. Dat je dus ook wel gevoel houdt met die mond. En als jouw nagevelijkheid eigenlijk voor 80% voor elkaar is, dat je dan een keer loslaat om je werk te controleren of hem een keer beloont, dan heb je er ook wat aan. Anders dan zit je zeg maar een beetje om de hete brei heen te draaien. Dan kom je eigenlijk kom je net niet verder. Goed zo. Even kijken. Nou, gisteren had ze de aquatrainer gehad, hè? Donderdag vrij gisteren de aquatrainer, ja. Goed zo. Been mooi lang houden. Dat je goed je kuiten aanhoudt, hè? Dat je dus ook met de reactie aan je been dan beter wat je nu doet, maar dan wel niet in één keer te hard, maar dat je je onderbeen gebruikt als die niet aan je bovenbeen reageert. Dat je niet meteen met je onderbeen been geeft. Een stukje wijken als ze daar wat stijf blijft. Goed zo. Ja, druk die achterhand maar zo een keertje naar buiten op de volte. Met het idee dat die voorbenen op dat cirkeltje zijn, hè, van de week. Zo, ja. Niet verstijven, niet in je handhulp en niet in je beenhulp. Blijf je hulp daar geven. Zo, ja, blijf je hulp daar geven. Blijf je hulp geven. Zo, ja. Ja, druk hem opzij voor je binnen. En je mag je binnenbeen best daar op die terugplek houden. Maar daar kan je ook weer aanspannen en ontspannen. Zo, linkerteugel haalt dan ietsje tempo eruit. En dan voor je binnenbeen opzij drukken. Zo, ja. Zo, ja, 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 goed. Heel goed. En dan draaf je hieruit aan. Ja, met je been. Goed. Zo, ja. Twee teugels verbinding houden. Heel goed. Goed zo, daar. En steeds voelen dat je zelf niet verstijft, hè? Heel goed. Ja. Dat doe je goed. Er was in je overgang net een beetje te voorzichtig. Dat je, is het goed dat je dan daarna even zo naar voren toe rijdt. Denk aan je linkerhand, dat die mooi rechtop blijft. En goed voelen. Voel dat je daar verbinding hebt aan die mondhoeken. Dat je daar kunt voorkomen dat die mondhoeken stijf worden. En natuurlijk wordt er wel een keer een mondhoek stijf. Maar dat jij daar meteen met je benen en je hand op kan reageren. Zonder stijf terug te zijn. Goed zo. Want ze hoeft haar neus niet meer naar je toe te doen. Ze mag eigenlijk alleen een beetje meer zakken. Ze mag een beetje meer over de rug en door de hals komen. Dus ze mag het hele stuk... Maar een keer stelling. Dat mag. Met je hand rechtop. Zo. Ja, vraag dan maar ietsje door. Met je hand van de hals. Hand van de hals. En je duim bovenop. Daar. Dus let op dat je nu niet vraagt en weer terug. Maar hou dan je hand even opzij. Hou je hand even opzij. En let goed op dat jouw rechts nu niet terugtrekt. Goed zo. Ja, om je binnenbeen. Iets om je binnenbeen zetten, want ze zit naar links te kijken. Zo, om je rechterbeen. Zo, ja. Daar, links nagevelijk. Om je rechterbeen. Om je rechterbeen. Zo. Iets die schouders naar buiten toe drukken. Zo, daar. En mee blijven veren. Dat je die lengte in die hals kan houden. Om je rechterbeen, om je rechterbeen. Zo, om je rechterbeen. Ze kijkt nog steeds naar links, Tess. Zo.
Daar, dat is goed. Om je rechterbeen. Hieruit draaf je aan. Om je rechterbeen. Zo, ja. Om je rechterbeen. Oh, meteen om je rechterbeen. Om je rechterbeen. Zeker voor deze kant, hè? Zo, ja. Ja, draai dan maar door. Draai dan maar door. En druk ze meteen weer weg voor je rechterbeen. Opvang in je zit. Linker teugel maakt dan een keer zo'n halve ophouding als hij juist harder gaat. Goed. Denk aan je pols links. Zo, daar. Dat je daar constant soepel blijft. Zo, je gewrichten en je spieren die blijven soepel. Zij kan niet aan jou leunen omdat jij niet verstijft en niet aan haar leunt. Goed zo. Ja, druk hem maar opzij voor je rechterbeen. Druk ze opzij voor je rechterbeen. Goed. Hou zachtjes die verbinding aan rechts. Dat hij niet loskomt. Zo, daar. En hier kijk je mee naar voren rijden. Heel goed, lekker belonen lange teugel. Goed zo. Zo aan het eind had je die mooie hals zo, hè? Maar dat zit hem toch omdat we die achterbenen naar voren rijden. Waardoor die bovenkant en die billen mooi op kunnen spannen. En je eigenlijk van voor heel snel kunt zijn dat ze net niet steeds gaat hangen in je. Want op het moment dat zij natuurlijk sterk is of hangt, maakt ze zich weer recht. En op het moment dat zij natuurlijk daar fijn blijft, kan dat lijf mooi opspannen. En kan ze die hals zelf blijven dragen. Goed zo, hartstikke goed gereden. Hi, ik was bezig met Snapchat. Met een filter uitzoeken voor wat leuk zou zijn. Want het is geen ochtend meer. Maar, oh, misschien is er wel middag. Wacht. Want ik heb iets uitgevonden op Pinterest. Oeh, dan zeg je Mary. Mary met één R en een Griekse I. Punt. En dan krijg je al van die leuke schabloontjes. Maar als ik dan... Wat is middag? Ik weet niet wat middag is. Middag is... Wat is middag in het Engels? Volgens mij afternoon. Mary afternoon. Nee, oké, dat bestaat niet. Nou ja. Als je dan Mary punt doet, dan krijg je allemaal leuke dingen. Oh. Ja, dan kan je weer wat zien. Ik ben net op eitje gereden. Nou ja, nog steeds. En het ging echt wel heel erg goed. Ik heb... gewerkt aan ontspanning en ze is op links sterk. Dus ik had het met Daan gedaan, omdat hij vandaag met Blondie. Blondie is blijkbaar op rechts sterk, maar ik dacht altijd dat ze links sterk was. Dus toen bleek dat ik gewoon mijn linkerarm een soort robotarm is. Die blijft staan en niks meer doet met zijn leven. Dus daar hebben we even aan gewerkt. En dat heb ik nu ook met Ivy toegepast, want Ivy is op links sterk en Blondie op rechts. Dus dat is voor het even wennen. Ik heb natuurlijk ook met Boris gehad. Oh, nu kan ik het gewoon allemaal zeggen. Maar met Boris heb ik gehad. Als ik dan te veel op mijn linker teugel ging zitten. Van mijn rechter teugel, dat weet ik niet meer. Als ik te veel op mijn linker of rechter teugel ging zitten. Dan vloog hij de bocht uit. En uit volte, uit alles, weet ik veel. Dus. Super blij dat ik Boris heb gehad. Want daardoor is loslaten wel een heel stuk makkelijker. Omdat ik met Boris altijd had van de consequenties. Dus dat, ja, nou, ik word gebeld in een groepsapp. Ja, dus we hebben weer aan lekker veel dingen gewerkt. Rechtergelop ging het goed, linkergelop wat minder. Maar wel echt wel een heel stuk beter dan de vorige keren. Sowieso, alles ging een heel stuk beter. En op een gegeven moment had ik de stap voor elkaar en toen dacht ik, ja, klaar. En dan zou je denken, stap alleen, ja. Maar we moeten in kleine stapjes werken, want als je in één keer te ver gaat, ik denk ook als ik nu ook nog draf had gedaan, dat het gewoon hartstikke goed was gegaan. Maar soms moet je stoppen op je hoogtepunt, want dan kan je het volhouden. Dus de volgende keer gaan we weer mee verder.